Jenkend. Mogen wij nog een hint? Dit is er iedere dag. Doekjes. Doekjes. Ja, die zijn er ook wel iedere dag. Dompers. Dompers. Dropjes. Dropjes. De bonusletter voor jou, Janet. Ik geef toe dat het niet zo makkelijk is. Dagblad. Dagblad. Ja, een dagblad. Bal 28. Dan hebben we 28 en 2 lingo kansen. 3 zelfs. Oh. Maar daar komt dan toch die rode bal tevoorschijn. Het kan nog heel spannend worden. Beide teams kunnen nog steeds naar de finale. Het 8-letterwoord. Merel en Laura mogen aan deze ronde beginnen. Met overleg, uiteraard. Een L. Zeg maar. Oké. Iets met een L. Ja, sorry. Willemien en Janet. Oh. Ja. Weer een bonusletter, ja. Zo kom je uiteindelijk wel op het woord natuurlijk. Lolbroek. Lolbroek. Yes. Van niets naar alles. Bal nummer 16. Bal nummer 16, ja. Ja, dan hebben we ook nog eens een keertje lingo te pakken. Dus 100 euro wordt erbij getikt. €450 in totaal voor Merel en voor Laura. 210 voor Willemien en Janet. En zo gaan wij het 10-letterwoord in. Het laatste 10-letterwoord is een grote kanshebber voor woord van het jaar. Althans, het woord wat dit 10-letterwoord te maken heeft. Zo, Willemien. Ja, ik ram even goed. Verslaving. Ja, een van de grote kanshebbers om woord van het jaar te worden is het woord social obesitas. Een combinatie tussen social media en obesitas. Ja. Kortom, de enorme verslaving aan Twitter, Facebook, Instagram, noem het op. Heel veel mensen lijden eraan. Ik zelf ook een klein beetje. En dus kan het woord van het jaar worden. Mensen, nou, je hebt nog even tijd om te stemmen. Zoek op internet woord van het jaar en stem. Oké, JP. Ik hoop dat u het allemaal gaat doen. En ook dat u bij ons blijft voor die spannende finale. Want zo ziet het er vanavond uit. Willemien en Janet, €240 door naar de finale gaan. Merel en Laura met 450. Willemien, wat jammer nou dat die €4000 niet gelukt is. Dan had je het programma zo leuk kunnen afsluiten. Maar ik heb wel een prachtige afsluiter voor jullie. Ik ben heel benieuwd. In mijn lingo-winkeltje heb ik natuurlijk uiteraard voor jullie een prachtig cadeautje, Janet. En zeker op het moment dat je op een hutje woont op de hei en je moet veel boodschapjes doen en je moet weer naar Manlief toe met allerlei onderdelen van de auto die hij weer eens in huis heeft laten liggen. Nou, dan past het er allemaal in voor jullie. De lingotas! De finale spelen we vanavond met Merel en Laura. Zo, dat was eventjes een hele goede kraak, zeg. Ja, ik denk dat toch wel voornamelijk de reden is dat jullie vanavond in de finale staan. Buiten het feit dat jullie natuurlijk heel goed het spel beheersen. JP? Ja, jij wil weten over de roze bal, ja, hè? Graag. Nou, die vormt vanavond een heerlijke basis om alle plannen eens over te overdenken met een groep vrienden. Gaan we naar Bali of laten we het schilderij gewoon komen? Wat wordt de kleur van de babykamer? Kortom, onderwerpen te over om tijdens een heerlijk diner samen met 4 vrienden, dus met z'n 6 in totaal, te bespreken. Van ons krijg je, als je de roze bal pakt, een vette dinercheck. Een heerlijke dinercheck. Wat is dat gezellig. Nou, van harte gefeliciteerd. Uw naam komt wellicht voorbij. Lekker eten met elkaar, vrienden uitnodigen, familie. Het kan allemaal aan de hand van deze roze bal. Ik
stop hem in de bak. En ik wens jullie heel veel succes. Kom op, meiden. Merel, jij mag van start. Palet. P-A-L-L-E-T. Palet. Poeder. P-O-E-D-E-R. Panter. P-A-N-T-E-R. Pintje. P-I-N-T-J-E. Punten. Laura? Koekje. K-O-E-K-J-E. Kastje. K-A-S-T-J-E. Kontje. K-O-N-T-J-E. Kinkje. K-I-N-K-J-E. Een kinkje. Ja, in de kabel kan best. In de kabel, ja. Kindje. K-I-N-D-J-E. Ja, natuurlijk komt dat kindje. Ja. Ja. Merel. Zoeven. Z-O-E-V-E-N. Zoeken. Z-O-E-K-E-N. Zender. Z-E-N-D-E-R. Zadels? Citeer. C-I-T-E-E-R. Circus. C-I-R-C-U-S. Nee. Cirkel. C-I-R-K-E-L. Cirkel. Kom op. Kom op. Dit bord moeten jullie pakken. Ja. Oh, wat erg. Cinema, nog maar 5 seconden. Handen, H-N-D-N. Handen, laat het goed zijn in 1 keer. Nu. Honden, H-O-N-D-N. Even kijken, ik reken het goed. Als het nog... Ja? Ja! Jongen, dat was wel eventjes ongelooflijk vechten hier in de finale van Lingo. Bal nummer 42, dames. Ik hoop dat die eruit komt. Want dan heb je 2000 euro. De roze bal, de zilveren bal. Het zit nog allemaal in de bak. Kan. Ieder een bal. Oké. Laura, die pakt de eerste. En laten we nou eens hopen dat het bal nummer 42 is. Want we weten wat de dames ermee gaan doen. Hoe leuk zou het zijn? Maar we zijn er nog niet. 16. Kom. De laatste bal. Nee. 62. Oh. Hoe leuk zou het zijn als er voor het kindje nu al prachtige cadeautjes zijn. Maar dat gaat gebeuren. Ja. Laura, dat gaat gebeuren. En ik denk heel stiekem, Merel, dat dat schilderij er ook nog wel een keertje van komt. Zeker. Dankjewel voor het meedoen. Hartstikke leuk. Lieve mensen, hartelijk dank voor het kijken naar Lingo. 2 ballen mochten er in de finale gepakt worden. Niet genoeg om met de 2000 euro...